up and the ninjas. Hallo allemaal, mijn naam is Kastjop en ik breng jullie vandaag weer een nieuwe MW3 commentary. En ja, je leest het goed, een koe in mijn tuin. Maar voordat ik met dat verhaal verder ga, wil ik eerst een woordje uitleg geven over de gameplay. Het is dus een ACR gameplay op de map Downter in de game mode Team Defender. En de eindscore is uiteindelijk 23 op 3. Het is niet al te geweldig, maar ik haal daar een 19 gun streak met een specialist package. Dus het is niet geweldig, maar ik moest een game hebben voor mijn commentary en dit is het beste wat ik vandaag haalde. Het is dus degelijk van mij, niet meer geleend van iemand of zo. Dus ja, een koe in mijn tuin. Dus zet die even schrap, neem wat popcorn erbij en wat cola of Sprite of wat dat je, ja, wat dat je ook lust. En luister eventjes naar mijn commentary, want ik vind het toch wel een best interessant onderwerp. Dus het was allemaal 3 jaar geleden, denk ik. Kan ook 2 zijn, maar ik denk 3 jaar geleden. En ik zat in een voetbalclub. En het was dinsdag of donderdagavond. En ik had training. Ik kon zelf niet vaak aanwezig. Mijn ouders konden me niet echt vaak naar de training brengen. Ik moest altijd zelf gaan. En mijn trainer stelde eens voor om mij altijd naar de trainingen te brengen. Want die reed toch voorbij mij thuis. Ik moest wel eventjes, ik denk 100 meter stappen. Tot bij een straatje. Want daar reed die precies langs voorbij. En soms is dat toch wel een beetje lang wachten. Dus ik stond er 1 keer te wachten. Ik denk dat dat in november of zo was. Want het was om 6 uur al heel donker. Het was gewoon pikken donker. Je weet, in de winter is het al heel snel donker. En ik stond er, ik geloof, een kwartier te wachten. En ik had zelf wel soms schrik als ik daar moest wachten. Want het is niet echt plezant als je soms eens 10 minuten of zo gewoon in de avond, als het helemaal donker is, moet wachten in een rustige straat waar bijna geen auto's voorbij rijden. Het was een kleine straat. En ik stond er dus te wachten. Ik was toen 11 jaar of zo. Dus ja, je kan wel in beeld dat je dan misschien wel soms schrik hebt en tanker. En opeens hoor ik achter mij in een struik. Ja, dus ik hoorde de struik helemaal bewegen. Ik dacht, what the fuck? Hoe kan dat zo hard bewegen? Er was wel wind, maar dat was degelijk niet van de wind. En ik dacht aan mezelf, ja, in een 11-jarige kopje van, zoiets springt er een paard uit. En dat dacht ik zo echt waar in mijn gedachten van, ja, voor te lachen om mezelf een beetje op te fleuren naar zo een akelige 10 minuten in tanker. En ik kijk eventjes naar die struik en wat zie ik opeens? Een koe uit die struik komen. Ik dacht, what the fuck? En dat was echt even een schrikmoment, niet normaal. Die koe staat opeens 5 meter voor mij en ik dacht, wat moet ik nu doen? Die koe kijkt mij aan en ik dacht, zelfs gaat hij mij nog aanvallen? Dus ik wist niet wat ik moest doen. Ik zet eventjes een paar stappen achteruit. En er was dus niemand op straat, want de straat was dus een rustige straat. En opeens kijkt de koe weg en gaat richting mijn thuis af. En in die straat zat een bocht, dus eventjes daarna zag ik de koe niet meer. Ik dacht, wat moet ik nu doen? Moet ik de koe achtervolgen en terug naar mijn thuis gaan om het tegen mijn mama te zeggen? Tegen mijn mama te zeggen. En ja, dat deed ik ook. Ik ga naar mijn thuis af. En wat zie ik dan in de verte? Ja, pakweg 60 meter. Die koe, ja, naar mijn thuis gaan. Ja, in mijn oprit. Dus ik zeg, ja, zou ik terug naar huis gaan tegen mijn mama vertellen? Maar misschien staat die koe daar en gaat hij mij een schop geven of wat dan ook. Maar ja, ik ga er naartoe. Maar opeens zie ik een fietser langs mij voorbij komen. En ik dacht dat dat een oude mevrouw was. Dus ik zeg, mevrouw. Er is een koe in mijn tuin, wat moet ik doen? En ja, wat blijkt, het is een jongen uit het 6e jaar van mijn school. Die ik nog eigenlijk nu herken. En die negeert mij en die rijdt gewoon door. Ik zeg, what the fuck. Dat is ook wel een vriendelijke mevrouw. Maar ik ga dus richting mijn thuis af en ik zeg tegen mijn mama, mama, er is hier ergens een koe. Ik ben bang. Een koe, gewoon een grote koe. En mijn mama zo van, ja, Kasper, dat is niet waar. Je beeld je maar iets in. Maar kom eventjes binnen en wacht hier op de trainer tot hij je komt ophalen. En ja, twee minuutjes later of zo is mijn trainer mij komen oppikken. En ben ik naar de training vertrokken. Maar toen de training gedaan was en mijn trainer heeft me teruggebracht naar mijn thuis, zei mijn man van, ja Kasper, inderdaad, er was dus degelijk een koe in de tuin nog wel. En we hebben er foto's van getrokken. Als ik die foto's nog vind, zal ik het eens in mijn commentaires laten zien. Maar ja, heel mijn tuin lag vol stront van een koe. Dus dat moesten we ook weer eens opruimen. En ja, het was dus echt wel een akelig moment voor mij. Want beeld je eens in, je bent 11 jaar en
Het is heel donker in de nacht, in een rustige straat waar je amper iets hoort. En opeens staat er een koe voor je. Dan scheid je toch bijna in je broek. Allee, ik bedoel, dat is toch wel zeker heel eng. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Laat een like achter en een comment. En comment iets wat jij al eens meegemaakt hebt of zo, of iets anders. Dus maakt niet uit. Dus mensen, nog eens bedankt om te kijken. En ik zie jullie volgende keer in mijn volgende commentary. Ciao.